Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Miss Indian Beauty Pageant. De finale zal plaatsvinden op 9 december 2024 in Rij Events in Almere. Suriestani Food, wij leveren verschillende hapjes en lekkernijen voor alle soorten feestjes, partijen en bijeenkomsten. Asian Glam, wij zijn gespecialiseerd in Indiase party, bruidokleding, sieraden en veel meer. अब उसके फैन बने पड़े मैं कोई नाम है Nou, beste mensen, waar zijn we? We zijn hier in het mooie Pathé Spuimarkt in Den Haag. Mijn naam is Ryan Harperzat, organisator natuurlijk van alle Bollywood-premières hier in Nederland. En vandaag is natuurlijk de kaskraker van Shah Rukh Khan, Jawan. Ja, vandaag is de wereldpremière en voor het eerst hier draaien in het Pathé Spuimarkt. Nou, we hebben heel veel leuke mensen hier, ondernemers die hier staan. Ik kom zo bij je terug en we gaan wat mensen natuurlijk interviewen wat voor verwachtingen ze hebben van de film. Dus tot zo. Nou, naast mij natuurlijk een hele leuke groepje met alvast popcorn en nachos zie ik. Hier heb je ook nog lekker eten, hè? Dus ga daar ook even langs. Waar kom je vandaan? Den Haag gewoon, meneer. Ja? En jullie zijn natuurlijk hier voor Shah Rukh? Sowieso, tuurlijk. Grote fan? Ja, zeker. Ja. Wat is je favoriete Shah Rukh film? Sowieso Oom Shanti Oom. En van jou? Mijn naam is Ghan. Doorn. Helemaal goed. Wat verwachten jullie van deze film? Hebben jullie een beetje trailers gezien en nog wat erover gelezen? Niet echt eigenlijk. Ik heb gewoon, gewoon gehoord, het is een nieuwe film in de bioscoop. Ik zei ook aan, dacht, het moet wel goed zijn. Ga even kijken. Heel goed. Zijn jullie nog een Partaan geweest? Heb je die gezien? Nee, ook niet gezien. Welke? Partaan, die zijn wel geweest. Oh, ja. Hoe vonden jullie die? Goeie? Leuk. Ja, was wel. Wat voor cijfer denken jullie te geven voor deze film, zonder het gezien te hebben? Ik verwacht een 7,8. Heel specifiek, 7,8. Tussen 7 en 5 en 8, ja. Ja, wel een 8. Heel goed. Heel veel kijkplezier. Dankjewel. Hè. Ook nog een hele leuke dame. Welkom hier op de première. Wat voor verwachtingen heb je van de film? Ja, heel veel natuurlijk. Shah Rukh Khan? Ja, zeker. Heb je een beetje iets gelezen over de film, waar het over gaat? Ja, ik ben benieuwd. Ik heb wel een trailer gekeken, dus hoge verwachtingen natuurlijk. Ja, wat is jouw favoriete Shah Rukh film? Tot nu toe, ja, eigenlijk allemaal. Yeah. acteertalent vind ik al heel mooi, dus ja. Was je naar Partaan nog geweest? Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk de tweede film van het jaar, hè? Ja. Dus we verwachten deze nog groter te worden. Ja. Denk je dat ook? Ik denk het wel. Heel veel kijkplezier. Ja, dankjewel. Dank je. Nou, naast mij Michael van Diamonds Events Services met zijn lekkere cocktails en mocktails. Leuk dat je er weer bent, Mike. Ja, zeker. Ik ben er weer. Dus mensen die een cocktail drinken of mocktails, ja, welkom. Kom lekker cocktail halen. Wat zijn de verwachtingen van de film? Wat denk je? Ik denk dat het heel druk gaat zijn. Het is uitverkocht, die kaarten. Dus ik denk dat de film boema gaat zijn. Gaat wel feest worden. Ben je een beetje Shah Rukh Khan fan? Klein beetje toch wel, want elke Shah Rukh Khan film is toch bijna uitverkocht. De laatste tijd de Pathaan ook. En ja, ik denk dat de meeste Shah Rukh Khan wel liefhebbers hebben eigenlijk. Waar komt u vandaan als ik vragen mag? Ethiopië, ja. Kijken ze daar ook Bollywood film? Ja, ik ben kleine, ja. Ik heb een Amitabh Bachchan film. Amitabh Bachchan? Ja, Dharmender. Hoe je dat, Amitabh Bachchan fan? Dharmender. Ja, ik heb in Faris alles veel film gezien. Ik ben klein en meegelanden. En Shah Rukh Khan natuurlijk vandaag. Eerste film ik Shah Rukh Khan gezien is in Karan Arjun. Karan Arjun, ja. Karan Arjun. Ik ben gek geworden. Ik koop een ticket. Elke Shah Rukh Khan voor de eerste dag ik gekomen. Elke film. Ik heb een abonnement maken. Alles Bollywood film gekeken. Heeft u wat verwachtingen van deze film? Heeft u wat gezien? Ik heb reclame gezien. Reclame, is de best. Yeah. Zelf de Badaan. Ik heb een eerste Badaan. Dag. Elke film, ik heb een eerste dag met Shah Rukh Khan. Ik ben mijn favoriet Shah Rukh Khan voor mij. Wat vindt u ervan dat zo'n event wordt georganiseerd? Mooi, altijd mooi. Dank u wel voor ieder lekker eten, drinken, alles. Helemaal goed. Aardig mensen in de stad. Heeft u ook een favoriete liedje?
Ja, Dilt Bagel, hè. Kutje kutje. Kan je die zingen? Nee, dank je. Nee. Oké. Okay. Zeg maar iets tegen Shah Rukh Khan. Ja, Shah Rukh Khan, you the best. Oké, okay, nou naast mij Rishma natuurlijk van de Suristani Catering. Jullie zijn er altijd bij, Rishma. Super, super leuk. Dankjewel. Ja, we willen ook dat niet missen. En Shah Rukh Khan, hè, dat is, daar doen we het voor. Je bent een grote fan van Shah Rukh, hè? Absoluut, absoluut. Ja, en de film wil je niet missen. Dus ja, sponsor zit erin, hè. Ja. Heb je nog wat gelezen of gezien van die film? Nee, ik heb het voor mezelf spannend gehouden. En, je gaat er gewoon blanco in. En we zien het wel, het gaat gebeuren. Ja. Wat heb je allemaal vandaag voor ons? Ik heb bouillon en in verband met Krishna Janma Smeers, die helemaal vegetarisch. Ja, kroketjes, kipkroketjes en aardappelsalade. Allemaal halal. Dus ja, ik zou zeggen... Voor ieder wat wil. Ja, precies. Inderdaad. En waar komen jullie vandaan? Wij zijn vanuit Rotterdam, Ommoord. We gaan overal, doen we festivals en cateren we echt heel veel feestjes. Dus ja. En ook premières nu. En ook premières inderdaad, dankzij jou Ryan. Heel goed, heel goed. Geniet ervan zou ik zeggen. Dankjewel. Dankjewel. Nou, hier naast me zo'n groepje leuke dames. Helemaal uit Zoetermeer hoorde ik. En Rotterdam. En Rotterdam. Ja, we zijn van Rotterdam. En jullie komen allemaal voor één iemand. Ja, voor één iemand, voor u. Zie je, dat is het. Zo komen wij. Voor Shah Rukh Khan natuurlijk, hè? Ja. Bent u grote fan van Shah Rukh? Ja hoor, ja. Wat is uw favoriete film? Ik doe heel veel, ik kijk alles. Heb je een beetje verwachtingen van die film? Hele hoge verwachtingen, want er staan heel veel reviews, heel veel dingen, dus verwacht er heel veel van. Beter dan Pathaan. Beter dan Pathaan? Ja, dat zijn de verwachtingen. Dat zijn de verwachtingen, dus dat hoop ik. En wie heeft u allemaal meegenomen? Ik heb meegenomen mijn Pua, mijn Nani, mijn Didi, mijn Nani, mijn vriendin, dochters. Nog eentje wat ik zei. Oh, hoe leuk is dat? De Nani's zijn gewoon lekker op pad. Ja, ja. Super cool is dat. Hè? Precies, ja. Hè? Ik kom voor een lied. Welke lied? Ramaya Watawaya. Maar dat is van de oude garde, hè? Dat is gewoon remake. Ja, maar daarom ben ik Nani, toch? Heel goed. Nou ja, ik verwacht dat u gaat dansen op het nummer. Nou, dat zal je wel zien, hè? Is goed, helemaal goed. Helemaal top. Nou, geniet ervan. Nou, naast mij ook een topondernemster, moet ik zeggen, Sunaina Rogobier. Welkom dat je hier bent. Asian Glam. Asian Glam is ook een tijdje al bezig, hè? Ja, we zijn inmiddels al bijna een jaar open. Mm-hmm. En we zijn gevestigd in Rijswijk. Wij zijn gespecialiseerd in Indiase bridal kleding en ook partywear. Oké, en hoe loopt het allemaal? Ik mag van geluk spreken. Het is heel goed gegaan. Ik ben er ontzettend trots op, ja, als nieuwe startende ondernemer. Ja, zeker, want ik heb jouw kleding gezien. Het ziet er wel geweldig uit. Dankjewel, dankjewel. Ik heb ook mijn uiterste best gedaan. Rondgekeken wat er niet is, waar er vraag naar is. En ik heb dat allemaal geprobeerd zelf, persoonlijk. Ben ik er naartoe gegaan, heb ik selecties gemaakt en dat hier naar Nederland toegebracht. Heel goed. En als je iets gaat kopen, zeg maar, hè, voor de verkoop van hier, waar let je op? Ik vraag altijd waar ze specifiek op zoek naar zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld hebben ze in films iets gezien, een bepaalde kleur, design. Manish Malhotra bijvoorbeeld, heb je daarvan iets gezien wat je terug wilt zien in je partykleding of bridalwear? En op dat bij elkaar alles, ga ik naar India en dan ga ik het voor ze uitzoeken allemaal. Lekker zoeken. Ja, inderdaad. Nou, we zijn natuurlijk hier eigenlijk voor de film Jawan. Ja. Shah Rukh Khan. Ja. Ben je fan van Shah Rukh? Ik vind hem een topacteur, maar een fan, dat is net een te groot woord. Maar oké, maar je vindt zijn films wel oké. Ja, absoluut, dat wel. Ja. Heb je nog wat verwachtingen van de film? Want het is natuurlijk een hype aan het worden, hè? Nou, as usual, ik verwacht gewoon een ontzettende succes. Een groot succes. Nou, veel kijkplezier. Dankjewel. Nou, hier twee stoere boys die wat aan het uitdelen zijn. Wat zijn jullie aan het uitdelen? Heerlijke mangoulas van Kicharani. Super. Ben je een beetje bekend met de Indiase keuken? Ja. Van India's eten? Ja, tuurlijk. Is heerlijk. Ken je Shah Rukh Khan? Ja, natuurlijk ken ik Shah Rukh Khan. Ja, hele bekende. Ja. Okay. Shah Rukh Khan, zijn nieuwe film draait vandaag. Oh, leuk. Hij komt straks. Echt? Niet zeggen. Komt hij echt straks? Ja. Oké. Ik wil die maar wel ontmoeten.
Maar kijken jullie meerdere Bollywood films of niet? Af en toe wel, gewoon, ja toch. Ik weet die naam niet, maar ik kijk het wel vaak. Ik kan de namen nooit onthouden, zeg maar. Vind ze wel leuk? Ik vind ze wel leuk, vind ze wel leuk. Nou dames, leuk dat jullie er zijn. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Irak. Uit Irak. En waar wonen jullie? We wonen in Spijkenissen. Helemaal van Spijkenissen hier naartoe? Ja, voor Shah Rukh Khan. We komen van heel leuk, leuk. Nederland. Hebben jullie iets gelezen of gezien van deze film, trailer? Ja, we hebben die trailer wel gezien. Ja, en wat vond je? Het was heel leuk. Ja, heel leuk, ja. Wat is je favoriete Shah Rukh Khan film? Ik heb die naam niet, hè. Maar in Irak kijken jullie dus ook Shah Rukh Khan? Ja. Is hij populair daar? Ja, heel veel mensen houden van. Kent je wat liedjes van Shah Rukh Khan ook? Oh, heel goed. Kuch Kuch Hota Hai. Kuch Kuch Hota Hai. Ik vind de film ook heel leuk. Ja. Heel veel kijkplezier. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Nou ja, hier ook natuurlijk weer een leuke ondernemer, Paradise Party verhuur. Jullie zijn voor de tweede keer hier van de partij. Jazeker. En super cool. Jazeker, het is ook de perfecte weer voor schaafijs. Dus, daarom. Ja. Ben jij Shah Rukh Khan fan? Jawel hoor, ja, ik ben ook naar die vorige film gegaan en dat was wel een aanrader, ja zeker. Heb je nog een beetje leuke verwachtingen van deze? Jawel. Alles met Shah Rukh Khan is altijd wel goed, toch? Oh, oké. Is goed, maar wat doe je precies? Wij doen eigenlijk alles wat je in huis nodig hebt voor een feestje. Denk maar aan vanaf feestzaal, schaafijs, suikerspin, popcorn. Eigenlijk alles wat je nodig hebt voor een feestje. Wat wij niet hebben, die heb je ook niet nodig. Precies, dus voor jullie is altijd feest? Alles, altijd. Nou, mooie dame, wat kom je eigenlijk doen hier? Kom Javan kijken. Ken je Shah Rukh Khan? Ja, ik heb wel vaker films van hem gekeken. Super cool is dat. En heb je een beetje leuke verwachtingen van die film? Ja, eigenlijk wel. Ik wist niet eens dat dit een heel event was. Want ik dacht, kom gewoon naar de film. Ik zie een Bollywood film. Ik denk, oké, eindelijk weer eentje. Ik wist niet dat het een hele event was, zeg maar. Maar... Ja, het is eigenlijk ook wereldwijde première van de film. Dus die is ook in India. Overal ter wereld draait vandaag. Nee, ik heb er nog nooit een echte public event meegemaakt dan. Het is wel leuk dat het voor een Bollywood film is dan. Super cool. Kijk je meerdere Bollywood films dan? Ik probeer altijd eentje te pakken als ik ze zie bij op Pathé en zo. Dus ik ben volgens mij... Zoals, ja? Volgens mij naar Gadar 2 geweest. En RRR was het. Maar ze komen niet heel vaak, dus dan kan je ook niet echt veel kijken bij Pathé. Maar... Waar kom je vandaan? Gewoon Amsterdam. En je achtergrond? Oh, Surinaams, Creoles. Dus, ja, die kijken natuurlijk ook Bollywood films. Ja. Dus vroeger laat in de avond kwam er wel altijd 1 of 2 op tv, maar ik kan me die namen niet meer heugen. Dus. Maar leuk dat je er bent. Ja, ik vind het heel fijn. Van harte welkom. Ik hoop dat jullie hebben genoten van lekkere hapje, drankje. We laten jullie niet gaan zonder leuke prijzen, toch? Rij 5, steek even je hand op. Stoel nummer 12. Kom maar, kom je prijs maar even halen. Rij 6, stoel 10. Yay! Hou je van taart? Helemaal goed. Oh, dat is de Meet High Box. Stoel nummer 5. Hey! Shairi, volgende. Wat hebben we nog meer? De mocktail cocktails. Lekker drankjes. Rij 1, stoel 8. Oh, een Javan mok. Je koffie kan je lekker met Shah Rukh Khan drinken. Shah Rukh Khan, nog een Shah Rukh Khan t-shirt. Oké, een beetje voor weer. Rij 12. Steek je hand op. Oké, en de stoel? 18. Kijk. Bakroe. Rij 13, steek je hand op. Stoel 3, dat bent u. Shah Rukh Khan, Javan, Sher. U bent net gevallen, hè, met uw popcorn, hè. En u bent fan van Kumar Sano. Dan gun ik u de ticket. Ja? Dan zal klaarstaan, Joey. Jessica Dansschool!